Goedendag mensen, mijn naam is Anne Schuurman en ik ben een van de gebroeders Schuurman en dit is deel 2 van de long play, oftewel de langspeelsessie van Zelda Ocarina of Time voor de Nintendo 64, gespeeld op een emulator. Goed, we waren gebleven in Kokiri Forest en zoals je ziet, we hebben hier de Kokiri Emerald hebben we al en vanaf hier gaan we ook weer verder. In principe is het zo, je begint altijd weer in je huisje in Kokiri Forest. Tenzij in latere levels, dan begin je ergens anders, maar dat weet ik niet 100% zeker meer. Maar meestal begin je vanaf dit punt. Goed. En we gaan nu in feite de wijde wereld in. Hup, pak nog even een rupee mee vanuit de bosjes, omdat het kan. Oké, goed. Ja, en dat is eigenlijk de eerste indicatie dat Link niet is wie je denkt dat hij is. Want in het begin wordt gesuggereerd dat hij een Kokiri is. Maar het feit dat hij ook al geen fairy heeft, pas later op het moment eentje krijgt, zeg je eigenlijk al genoeg dat hij in feite eigenlijk een Hylian is. En of Hylian, Hylian, hoe spreek je het uit? En dat is zeg maar een beetje de mensras in de wereld van Zelda. En je hebt zojuist van Saria, van jouw vriendinnetje, een ocarina gekregen. En die ocarina staat eigenlijk centraal ook in dit spel. Dat is waar je het meeste mee doet. Ja, dus hier wordt uitgelegd. En awkward. Ja, dat heb ik nooit helemaal goed begrepen. Waarom hij nou een paar stappen achteruit doet en in één keer... Run! Weg! Goed. Oké. Maakt niet uit, het is wat het is. En hier hebben we dan een mooie Hyrule Field. Oké, nou, dan kunnen we op zich ook wel even de Ocarina of Time gaan selecten. En dat gaan we nu even doen. Oké. Hup, zet die daar neer. En zoals je hier kunt zien op de map, is de map nou een stukje groter geworden. Ja. Oh ja, die verdopt irritante uil. Die was ik heel even vergeten. Juist, oké, goed. Je legt eens uit hoe de map werkt. Oké. Als tiener zijnde vond ik lezen niet zo leuk, dus dan las ik het niet goed. En dan drukte ik op no en dan begon het hele vaaltje weer opnieuw. Dus nu even goed opletten. Heb je dat begrepen? Ja, oké, prima. Anders begint alles weer opnieuw. Goed. En we lopen gewoon vrolijk door. Nog even leuk om te vertellen ook dat dit de eerste Zelda game is die ik ooit echt heb gespeeld. Ik heb wel wat geprobeerd met Zelda, The Legend of Zelda voor Nintendo en ook met Link's Awakening op een gegeven moment. Maar ja, die konden me toch niet zo pakken als dit spel. Later heb ik ook nog wel wat gespeeld met, die voor de Super Nintendo.
Dat was geloof ik ook Link's Awakening. Of welke was dat nou? Nou, in ieder geval die voor de Super Nintendo. Ik laat hem hier wel even in beeld nu zien. Welke dat is, maar die heb ik nooit echt heel erg serieus gespeeld. En zoals je ook ziet, deze wereld heeft een dag- en nachtcyclus. En Navy wil het van je. Ja, waar denk je dat ik heen ga? Het is ook echt ongelooflijk. En op het moment als het nacht is, dan komen ook de vijanden. En volgens mij... Nee, ga ik net niet redden. Is niet erg. Nou ja, goed. Ja. Ik vergeet dat ik die op trailer heb staan. Of op... Wat is dat ook? Ik heb de trigger op lock staan. Dat houdt dus in. Op het moment als ik een vijand lock, dat ik weer op de knop moet drukken om hem weer te unlocken. Op zich een hele grote ramp hoor. Alleen dus even iets om te onthouden. Oké, goed. Het is wat ik zeg, de controles. Ik moet er nog een klein beetje aan wennen. Omdat ik niet speel met de originele controller. Omdat dat, ja, zoals ik eerder aangaf, gewoon goed gezegd niet helemaal dun is. Nou ja, gelukkig wordt het vrij snel weer dag. Dus heel erg lang hoef je niet erop te wachten. Ondertussen blijf je gewoon deze vijand een beetje spammen, zo gezegd. En dan moet het goed komen. Nou, nog een paar. Wat ook wel grappig is, ik heb ooit eens gelezen in een game magazine dat Super Mario 64, die laat ik nu ook even in het beeld zien, dat je weet welke dat is, dat die ongeveer gebruik maakte van 60% van de rekenkracht van de Nintendo 64 en dat Zelda gebruik maakte van 97%. Hoe ze het ooit hebben berekend, ik weet het niet, maar dat was een van de dingen waar ik als tiener erg onder de indruk was van dat soort marketing dingetjes. Tegenwoordig weet ik wel beter, maar toen de tijd was het, wow, dat is wel 30% meer. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Anywho, hier zijn wij. In, zoals het heet, ik geloof Hyrule Town. Nou, het eerste wat we gaan doen is hier naar binnen. En wat je ook heel duidelijk kunt zien, deze deur die is op een bepaalde manier geanimeerd, is iets waar je interactie mee kunt hebben. In tegenstelling tot de rest van de omgeving die eigenlijk vrij statisch is. En dat was ook een van de punten van kritiek van het spel, dat het af en toe niet helemaal goed met elkaar matchen. Dus de achtergronden en de speelwereld. Ik heb het nooit echt als vervelend ervaren, maar ja, goed. Er is altijd ruimte voor verbetering, denk ik dan. Goed, hier gaan we gewoon een paar potjes kapot slaan. Waarom? Omdat we het kunnen. En die bewaker vindt het allemaal wel dikke prima. Blijkbaar. Ja, goed. Joep. Oké, goed. En hebben we hier ons ondertussen, ik geloof, vierde Skulltula. Oké, goed. Skulltula's, inderdaad. Heel goed. En ik ga laten zien wat ik net deed op het moment als jij een rol doet en je rolt tegen bepaalde objecten aan, dan kun je ze stuk maken. Zoals deze kistjes. Volgens mij kan het nooit comfortabel zijn. Maar goed. Oké, prima. We hebben hier gedaan dat wat we moesten doen. En dan kunnen we ondertussen nu verder lopen. Naar de marketplace. Oké, dus even kijken. Het eerstvolgende wat we hier gaan doen is ja. Oké. Ja, de Zuni Gallery. Ja, dat wil ik. 20 rupees. Om te spelen, helemaal goed. Alright. Thank you.
Crappy. Wauw, oké, dat ging echt heel erg mis. Je moet een beetje patronen zien door te krijgen. Oké, goed. Ja, dan gaan we nog een keer doen. Oké, ze komen in principe altijd ook in hetzelfde patroon. Alleen ik ken het patroon niet zo best. Oh, jeetje. Oké, dat is goed. Och, jeetje. Nee, oké, ook niet. Oké. Nog een keer. Ik heb nog geld. Dat kan nog. Dat kan nog. Ik begin hem al wat beter door te krijgen. Yes. Op het randje. Oké, die is raak. Dan moet ik die andere niet missen. Oh jeetje. Ah, oké. Die zijn lastig. Oké, misschien moet ik gewoon niet al te veel bewegen. Want ik ga proberen met die dingen mee te gaan. Nou, ik heb geen rubies meer. Oké, moeten we even terug. De reden dat ik zo gebrand ben om deze te winnen, is vanwege het feit dat je daarmee een item krijgt wat later handig gaat zijn. Je krijgt namelijk een upgrade van je bomzakje. Nee, niet je bomzakje, van je... Volgens mij, ik geloof van je deckje nuts. Nou, je kan die altijd weer genoeg muntjes krijgen om dit te blijven proberen. Dus in feite kun je dit oneindig blijven doen. Zal niet helemaal mijn doel zijn nu, maar... Uiteindelijk moet ik je lukken. Nou is er nog even één trucje wat ik nog moet proberen buiten om nog wat meer rupees te krijgen. Even kijken. Gaan we hier naar buiten toe. Normaal zou het moeten lukken. Nog een keer. Normaal gesproken, als je dit doet, dan zit daar bovenop. Zou je 20 muntstukjes moeten krijgen? Ja. Dat was hem. Goed. Nou, we verloven even voldoende om dit spelletje nog een keer te kunnen spelen. Wie zou het zijn? Oh. Oké, goed. Nog een keer. En we blijven gewoon vrolijk proberen. Jop. Yes. Oké, prima. Oké, nu komt het op aan. Oh, god. Oké, shit. Ik had die andere verwacht. Ah, kak. Sorry. Oké, dat is goed. Oké, nou, ja, nog een keer. Gewoon blijven proberen. Ik had verwacht dat die andere nog
zouden komen, maar dat gebeurt niet. Okidokie. Goed. Nou, zo makkelijk vind ik deze minigame niet. Maar maakt niet uit. Oké, goed, gaan we. Daar is die. En daar is die. En daar is die. Heel goed, en nou komt die omhoog. Oh, ah, verdikke me. Ik overcompenseer het veel. Oké, dat is goed. Oh, jeetje. Oké, dat is dan wel aardig. Ik kom steeds dichter in de buurt. Oké, dat is goed. Oké, dit gaat prima. Dan krijg je nog die twee blauwe daar zo. Oeh, nou wordt het spannend, jongens. Oeh, jeetje. Oh, yes. Haha, hartstikke mooi. Duurde eventjes, maar dan heb je kort. Kijk, hoppa. Ja, deck you see, bullet bag. Kijk, handig. Goed, en je hebt er meteen 40 van die... shots er nou bij. Goed. En dan kunnen we door naar de volgende sectie. Hyrule Castle. En oh god, daar zit die ellendige alweer. Ik zag je al niet. Ja, nou, hey, kijk eens aan. Wat een verrassing. Nee, nou ja, goed, ze blijven je allemaal tips geven. In feite wat hij aangeeft is dat tijd hier normaal loopt. Hè? Dus wat we hebben gezien op Hyrule Field, dat je een dag en nacht cyclus hebt. Op het moment als je in het kasteel zelf bent, of op Blondon Ranch, of in Dungeons, dan staat de tijd stil. En dat kan ook weer handig zijn voor het verkrijgen van bepaalde items. Hè? Want soms moet je ergens overdag zijn, soms moet je ergens 's avonds zijn. Oké. Hoppa. Oh ja. Die Skulltulla's die kunnen ook damage bij je doen. Dus probeer er niet al te veel tegenaan aan te lopen. Oké, goed. Het is nou de bedoeling dat wij gaan sneaken naar de prinses toe. Oké, goed. Ah ja. Voor later zijn ook die stenen nog belangrijk. Even kijken. Ja, ik kan gewoon het beste hier rollen. Woppa. Je moet. Nou, zit hier. Oké, dat was het verkeerde patroon. Nog een keer. Ik wilde zeggen, er zit een bepaald patroon in. Alleen zit ik even iets te kort erbij. Oh, waar kom jij in één keer vandaan? Fairy Boy from the Forest. Nee, dat is hij dus niet. Melon. Ja, Malon. Oké, goed. Oké. In principe allemaal belangrijke karakters voor dit spel. Goed, dit gaan we nog een keer proberen. Want er staan dus een aantal guards of wachters die niks leuker vinden dan jou hier te pakken. En ja, dit is het goede patroon. Hier kan hij mij niet zien. Nou, is het gewoon een kwestie van hier blijven doorlopen. Laat je niet verleiden daar de trap op te lopen, want er staan een aantal van die wachters. Loop gewoon achterdoor. Hier naar het stukje muur, daar kun je ook zien, daar is de structuur net even iets anders. He, dat houden ze in dat Link er tegenaan kan klimmen.
Ja, en hier kan ik in principe gewoon in het water vallen. En dan gaan we even een stukje meezwemmen. En dan kunnen we hier weer erop klimmen. En nog een aantal rupees erbij verzamelen. Even kijken. Ja, en dit is het dus. Hier kom je dus even niet zo snel verder. Want je moet namelijk nog wat doen voordat jij verder kan in dit spel. Want hij zal niet zomaar aan de kant gaan. Je hebt namelijk nog een item nodig daarvoor. Nou, dan kun je dus goed even jezelf laten pakken. En je daar neerzetten. Oké, goed. Goed. En dat is je mooie ocarina. Oh, nee. Niet schiet op meisjes, dat is niet lief. Even kijken. Voor mij had ik dat net even moeten doen. Maakt niet uit, goed. Oké, goed. Dan gaan we bij deze ook maar even doen dan. Oké, hup. Gaan we dat stukje nog een keer doen. En daarvoor is die dag- en nachtcyclus zo belangrijk. Want het duurt geloof ik een dag en een nacht voordat dit eitje is uitgebroed. Dus daar moet je gewoon even wat geduld voor hebben. Nou, ik weet ondertussen wat patroon is, dus dit is niet zo moeilijk meer. En we lopen hier gewoon door. Nogmaals, we gaan de achter naar de muur. Heel. Jeuk. En een hartje erbij. Nou, het is nou gewoon even een kwestie van wachten. Want we kunnen nou niks met het item. Want als ik hem aanklikken, dan zal er heel weinig gebeuren. Dus we moeten gewoon even wachten nu dat het donker wordt. En dan weer ochtend wordt. En dat gaat gelukkig vrij snel. Oeh, dat was jammer. Oh, niet verder daarin lopen. Doe dat maar niet. Nou, geef me ook mooi even de gelegenheid om nou uit te leggen en te vertellen wat nou de charme is van dit spel en wat dat voor mij heeft betekend. Wat ik zei, ik was 17 toen ik het spelletje voor het eerst. Wauw, wat draait hij gaat door. Speelde. Hè? Ik was toen een tiener. En ik was helemaal into fantasy en ook science fiction. En het feit dat dit gewoon de eerste Zelda was in 3D, ja, dat was voor mij gewoon een bijna magisch iets. Nou, het wordt nog nacht en dan wordt het zometeen weer ochtend. En dan is ons eitje klaar om uitgebroed te worden. Ja, wat ik zeg, in die tijd, toen ik een jonge man was. Zoals het heet, kon ik mezelf helemaal verliezen in dit soort games. Tegenwoordig ook nog wel, maar daar heb ik er even iets meer tijd van nodig om weer in die modus te komen. Vroeger ging het gewoon een stuk makkelijker. En er was gewoon iets aan het verhaal, aan het spelletje, aan de voortgang, wat me gewoon enorm aansprak.
En ondanks dat mensen zeiden van ja, maar het is eigenlijk gewoon een spelletje voor kleine kinderen. Nou, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Dit is ook met name voor volwassenen gewoon erg leuk om te spelen. Zoals ik nu ook doe. Hè. Ik ben nu ondertussen 37. Dus we zijn een aantal jaren later. Dus moet je ook nagaan hoe oud dit spel is. Uitgebracht in 98, maar het kan in principe ja, nog steeds goed meekomen met de moderne tijd. Ja, tuurlijk, er zijn een aantal dingen die hier en daar wel wat verouderd zijn in termen van gameplay en hoe je een verhaal vertelt en hoe je bepaalde dingen uitlegt in een spel. Maar desalniettemin, dit blijft toch absoluut een van de grote klassiekers en zo niet een van de... van de beste games ooit gemaakt in de Zelda franchise. En ja, natuurlijk heb ik ook de games hierna gespeeld op de GameCube. Dat waren dus Wind Waker was dat en Twilight Princess voor de GameCube. Ja, dat waren natuurlijk ook geweldige spellen. Die waren allemaal even iets donkerder, met name Twilight Princess. Hè, dat was gewoon iets schoffer. Ja, opgezet qua verhaal vertellen. Nintendo durfde ook gewoon even iets meer. En natuurlijk tegenwoordig nu speel ik ook op de... Hoe heet dat ding nou? De Nintendo Switch. Ook Breath of the Wild. Ja. Geweldig spel. Beter dan dat wordt het ook bijna niet. Nou goed. We gaan hem eens even wakker maken. Luie vent. What? Incarnation. Oh jee. En rennen. En doei. Hoppa. Oké, dan goed. Ik merk hier en daar wel een beetje artifacting. Op zich een hele grote ramp. Volgens mij was het ook al op de Nintendo 64 zo het geval. Het is toch een beetje peeing van de Annick. Maar zoals ik zei, terwijl ik hier vrolijk verder ga met het schuiven van deze doosjes. Ik speel nu tegenwoordig ook Breath of the Wild. Ja, het is ook een geweldig spel wat ik ooit misschien nog wel een keer ga cappen. Weet ik niet. Misschien moet ik iets over nadenken. Maar eigenlijk, waar het in het kort op neerkomt, in principe is ieder Zelda-spel, dus ook de oudere. Dus de Legend of Zelda voor Nintendo Link's Awakening. En ik vergeet nog iedere keer hoe die heet voor de Super Nintendo. Hoe heet dat spel nou? Dat is The Legend of Zelda. Hahaha, something. Nou moet ik het weten ook. Sorry hoor. Ik word er namelijk niet goed van als ik niet weet hoe een bepaald spel... heet. SNES Zelda. Hoe heet die nou? Ja, Link. Sorry. Je blijft me heel even wachten. Oh, A Link to the Past natuurlijk. A Link to the Past. Ook een van de grote klassiekers. Jo. Nog een stukje verder, anders kom ik daar niet in. Kijk, en je hoort weer een dingeltje, dan weet je dat je het goed hebt gedaan. En dan kan ik door naar de volgende sectie. Dat was ook een van de dingen, of een van de elementen, waardoor het spel zo'n grote aantrekkingskracht had. Je moest er gewoon iets bij nadenken. Kijk, laat ik het zo zeggen. In 98, 99 waren de meeste games, helemaal voor Nintendo 64, vrij recht toe, recht aan. Je had een level, daar ging je door, je verzamelde items, je versloeg bazen. Dit was eigenlijk het eerste spel wat ook dit soort puzzelelementen bevatte. Dat je echt even moest nadenken van, wat moet ik nou doen? En nogmaals, heb ik het nog niet meer verteld. Toen de tijd hadden wij nog geen internet. Ja, neef jou even op, ik ben een verhaal vertellen. Hadden wij geen internet, dus je had ook geen mogelijkheid. We hadden geen smartphones of wat ook. Dus we konden niet even opzoeken wat het was dat we moesten doen. En zelfs hadden we internet. Hè, niet iedereen deelde dat zomaar online voor jou om zo te zien als het tegenwoordig gaat. Dus je was soms even flink bezig om achter te komen wat er nou precies was wat jij moest doen om verder te komen. Goed, dit is ook weer een minigame waarbij je dus... Loop ik nou gewoon te spugen op mijn popfilter? Ja, oké, misschien moet ik dat niet doen. Oké, het doel is om hier niet gezien te worden door de wachters. Anders kan je deze hele sectie weer opnieuw doen. Op zich, de patronen zijn niet heel erg ingewikkeld. Nou, toch maar even.
Met andere woorden, ze zeggen gewoon van, ga nou gewoon even een beetje rondlopen, hè? Oké, goed. De AI van deze bewakers werkt als volgt. Op het moment als je maar achter hen blijft, kunnen zij jou gewoon domweg niet zien. Oh, dat maakt het zelf wel moeilijk. En als je maar ver genoeg weg blijft, hè, dan gebeurt er op zich weinig. Ja, ik zou in principe ook wel hiervoor kunnen gaan. Maar in principe ook niet. Hoppa. Goed. Want ze hebben in principe een, ja, je moet het zien, waar ze kijken is ongeveer een hoek 45 graden naar voren toe. Op het moment als ze het hoofd bewegen, dan hebben ze je in het vizier. Maar zolang je achter hem blijft, dan kunnen ze jou onmogelijk zien. Dus gewoon een kwestie van wachten dat ze jou voorbij zijn en er hard voorbij rennen. Dan kan er eigenlijk vrij weinig misgaan. Maar goed, wat ik zeg. Vroeger, geen internet. Ik was tiener. Ik was snel. Ik wilde snel mogelijk doorheen jagen. Ik werd meerdere keren ontdekt. Kijk, wat ik hier zeg. Ik kan in principe gewoon zowat deze vent aanraken. En hij gaat mij gewoon niet zien. Wel een beetje op zee spelen. Degene die erachter staat, die kan mij nou ook niet zien. Nou moet ik wel als de donder doorlopen. Want op het moment dat hij dat hoekje omgaat, heb ik wel een probleem. Nou, hier hetzelfde weer. Het is gewoon wachten dat hij voorbij is. Zolang je maar achter een muurtje blijft staan, of wat ook. Hij kan gewoon niet de muren heen kijken. Je zou zeggen, zo zou je hem makkelijk moeten kunnen zien. Maar nee hoor. Hij ziet mij niet. Hij heeft ik helemaal niet door dat ik achter hem sta. Totaal niet zelfs. Ah, de geweldige sprite objecten in Nintendo 64 games. Blijft geweldig. Goed. Pivotal the moment. Even kijken, als het goed is konden we hier een klein grapje doen. Oh, wacht even. Oh. Oké. Okay. En zoals je hier ziet, een leuke kleine Easter egg. Je ziet daar een schilderijtje van Yoshi en van, hoe heet je nou, Peach. Volgens mij waren er nog wel meer. Ik moet even oppassen, niet wordt getreerd. En ook van Mario. Even kijken, dan kun je het beter zien. Als ik hier op het raampje schiet dan. Oh, dat doet hij nou niet meer. Oh, jammer. Misschien deze kant van. Oké, interessant. Nou, normaal gesproken als je iets verder doorloopt, want ik weet niet hoeveel je kunt doorlopen voordat de volgende sequence wordt getriggerd. Komt er een bewaker hier zijn hoofd uit het raam steken of voor het raam steken en die gooit zo'n bommetje. Maar dat is geloof ik een eenmalige vent. Nou, maakt het niet uit. We gaan door naar het volgende. En voor de mensen die het niet weten, dit is Zelda. Dit is Zelda. Ja. Niet hij, hij is Link. Zelda, Link, Link, Zelda, niet andersom. Dus iedereen die zegt dat Link Zelda is, say it one more time. Goed. Nou, toevallig wel, dus. The Land of Hyrule. Zie, Zelda. Princess of Hyrule. Ik bedoel, je wil ook niet weten hoeveel mensen Link Zelda hebben genoemd. Hij is niet Zelda, hij is Link. Of welke naam je hem dan ook geeft. En weer een stukje verhaal.
Oké, het grappige is, we hebben hier in dit verhaal over dat de Triforce ergens verstopt is. Voor een heel lange tijd werd er gesuggereerd, ook via gamebladen, dat je de Triforce in zich heel ergens kon vinden. Was niet waar natuurlijk, maar heel veel hebben daarna gezocht. Het is een beetje hetzelfde verhaal als dat er werd verteld dat je Final Fantasy VII de White Materia nog ergens kan vinden. Ook niet waar. Het waren allemaal broodje aan verhalen. En nogmaals, wat ik zei, heel veel mensen hadden in die tijd nog geen internet, of tenminste geen heel snel internet, om dat te kunnen bevestigen, ja of nee. Tegenwoordig kun je eigenlijk alles daarmee wel debunken. Maar toen de tijd, je kocht gameblad en daar stond in dat je Triforce kon vinden, zag je een of ander vage plaatje. Jij moest me uitzoeken waar het was, ze gingen niet uitleggen waar het was, behalve dat je kon vinden. Succes! Wat ze vaak lieten zien waren productiefoto's van eerdere versies van het spel die op de een of andere manier dan in die blad terecht zijn gekomen. Of waren gekomen. Bijzonder. De Ocarina of Time. In feite waar het hele spel om draait. Oké, hier. Kijk, het grappige is, hier doen ze het dan wel weer in de juiste volgorde. Op het moment dat je met die L praat, dan staat meestal, heb je het begrepen, onderaan. Hier staat hij bovenaan, dus je moet af en toe echt even goed opletten. Ah. Oh ja hoor, is goed joh, prima. Daar is die, Ganondorf. De leider van de Gerudos. Die vaders ook altijd, hè. Nou, dat is feitelijk dus ook het verhaaltje. Hij is op zoek naar de Triforce. Om Hyrule, zeg maar, te rulen. Op zijn eigen manier. En jouw doel is om dat tegen te houden. Even kort. Gaan we niet doen. Oké, goed. Oké. Nou, en daar krijg je in feite alweer je opdracht mee. Je moet de andere twee stenen vinden. Nou, in feite krijg je nu alle elementen om het spel verder ook te kunnen spelen. Oké, dan moet. En derde karakter. Is erbij gekomen. Helemaal goed. De Shaikas. Impa. Big new Avenger, aren't you? Dat is helemaal denigrerend. Uh,
Wat ik zeg, het is soms even oefenen welk knopje wat doet. En dat is hetzelfde als allebei. Een van de eerste songs die je leert in de Ocarina of Time, je gaat er nog meer leren op een gegeven moment. Yes. There will be trouble. Ging goed. Death Mountain. En weg is ze. Oké, prima. In feite wordt dus Death Mountain de volgende dungeon die ik ga doen. Maar zover is het nog niet. Ik ga nu nog even één dingetje doen voordat ik ga stoppen met deze episode. Of aflevering episode. Geef het beestje een naam. Nogmaals, ik gooi aardig wat Engelse termen erdoorheen. Omdat dat gewoon soms... makkelijker is, om eerlijk te zijn, dan alles te vertalen naar het Engels. Of te vertalen naar Nederlands, wil ik eigenlijk zeggen. Het is in het Engels vertalen naar Nederlands. Ach, jeetje. Ingewikkeld af en toe, hoor. Goed. We zijn hier op London Ranch. London. Goed. Waar de tijd even stilstaat. Oké, hier zijn sowieso een aantal minigames die je kunt doen. Kijken. Nou, dat ook gaat. Even kijken. Ja. Daar zijn we. Heel goed. Mumble. Dan noem jij een good mood? Oh, melon. Ja, oké. Oké, we hebben genoeg roepies om dit te doen, dus daar gaan we. Ja, goed. Even kijken, waar heeft die ding omheen gegooid? Shit. Nou, dit is niet. Oké, goed. Jee, oké, ja, dat was makkelijk gedacht. Het scheelt, je hoeft niet ook naar hem toe te brengen. Je hoeft alleen maar op te pakken. Dat scheelt echt enorm. Goed. Nah. Oh joh, zou je denken? A very own London milk. Yes. Hmm.
Nou, heel vaaltje erbij. Met andere woorden, oh, dat was niet de bedoeling. Met andere woorden, dit is een flesje met melk erin. Je kan er ook melk weer in doen om je leven te hervullen. Maar je kan er ook andere items zoals water en bugs en fairies in doen. Ik moest echt heel over nadenken. En nou meen ik dat in deze boom... Ja. Weer zo'n spinnetje. Spinnetje, spinnetje. Ja, oké. Okay. Goed. Nee, hier is niets. Nou, hebben we die ook te pakken. Gaan we nog heel even naar Melon. Melon. Ja, hoe spreek je het uit? Geen idee. Epona. Wordt voor later belangrijk. Oké. Okay. Even kijken. Joep. Ging niet helemaal goed. Dat zou het liedje moeten zijn. En normaal zou het ook zo moeten zijn dat dat ook wat triggert. Maar er was een manier om dat alsnog te triggeren, of niet? Het is ook zo lang geleden, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is het wegdoen van dat dingetje. Even kijken. Daar zit er zullen bij, doet niet heel veel. Oké, okay, je moet dus blijven een paar keer met te praten. Dat wilde ik. Heel goed. Oké. Okay. Jeetje. Ja, ik ben net ook gehaald, dus ik ken het al. Beetje gevoel erin leggen. Epona Song. Geweldig. Hup, en die geweldige uil weer. Die is overal blijkbaar. Oh, hallo. Was niet nodig hoor. Nou, geweldig. Helemaal goed. Ja, dan denk ik dat ik hem ga laten hierbij. Even kijken of ik niet iets heb gemist hier. Volgens mij niet. Want nou meen ik mij te herinneren, maar dat kan ook mijn verbeelding zijn geweest. Dat hier nog zo'n gouden sculptula moet zitten. Maar volgens mij niet. Nou is daar wel even iets waar ik naar binnen kan. Misschien is dat nog interessant. Want voordat we gaan naar Death Mountain en de volgende dungeon, komt er nog één aflevering waar wij nog wat extra dingen gaan doen. Dat we extra items halen. En dat soort dingen meer. Even kijken. Oh ja, kijk. Deze gaan we nog even doen. En misschien combineer ik dat ook wel in één episode trouwens. Bedenk ik me nou. Even kijken. Leuke puzzels. Volgens mij kom ik dan daar tussen en dan kan ik die pakken.
Ja, oké, goed. En dat werkt op die manier. Geen idee of zo werkt voor me wel, hè? Goed. Zo. Ja, dat was hem al. Oh. Ah, help! Verkeerde knopje. En hier heb je ook je eerste extra harpies. Helemaal goed. Oké, goed. Ik ga hem bij deze opslaan. Ik laat hem bij deze hierbij. Dit was de tweede aflevering van de langspeelsessie, oftewel longplay van Zelda Ocarina of Time. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal als je het leuk vindt om te zien wat wij nog meer doen. Kijk dan naar mijn broer, die is bezig met leuke dingen nu ook met Final Fantasy X. Dus daar moet je zeker even gaan bekijken. En ja, wat ik nu ga zeggen is wat ik altijd zeg. Dankjewel voor het kijken en tot ziens!